Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi. We zijn hier vandaag op de Taxilerarendag. Waarom heeft Sociaal Fonds Taxi dit georganiseerd? Wij willen graag als Sociaal Fonds Taxi de taxileraren helpen in het uitoefenen van hun functie. En we zijn vorig jaar begonnen en dat was een groot succes. Veel aanmeldingen. En er was ook weer behoefte aan een vervolg. En wat is een beetje de inhoud van de dag in de notendop? Nou, vandaag willen we vooral gaan kijken hoe we concreet de taxileraren kunnen helpen in hun functie. Dus hoe geef je les, hoe geef je feedback en welke tips zijn daarvoor? En waarom is het zo belangrijk dat er een goede taxileraar is binnen een taxibedrijf? Chauffeurs moeten worden opgeleid. En dan is het wel van belang dat als je het doet, dat je het dan wel goed doet. Om mensen gewoon te zorgen dat ze hun functie beter kunnen uitoefenen en ook gemotiveerd blijven. En welke onderwerpen worden er veel gegeven door de taxileraren aan hun collega's? Nou, dat ligt een beetje afhankelijk van het soort vervoer wat een taxibedrijf doet. Maar dat kan leerlingenvervoer zijn, dat kan een stukje klantgerichtheid, een stukje agressie, ja, van alles. En de meeste taxileraren geven het in het kader van TX-keur. Maar nou begreep ik in de nieuwe CEO is afgesproken dat eigenlijk alle taxichauffeurs opleidingen gaan krijgen. Worden die ook gegeven door de taxileraar? Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me het meest voor de hand liggend. Maar het klopt. De TX-keurbedrijven hebben natuurlijk de verplichting vanuit het keurmerk. Maar nu vanuit de CAO worden alle taxichauffeurs één dag geschoold per jaar. Het is wel afhankelijk van je dienstverband. Dus bij een fulltimer is het inderdaad één dag. En anders is het naar rato van je dienstverband. Maar ook functionerings- en beoordelingsgesprekken tellen mee in de tijd. En taxibedrijven die dus niet onder het TX-keur vallen en die opleiding gaan geven, die zouden daarvoor een taxileraar kunnen aanstellen om bijvoorbeeld cursus rolstoelvervoer te geven aan hun collega's? Ja, precies. Je zou natuurlijk heel goed gebruik kunnen maken van een taxileraar van een ander taxibedrijf. Dat gebeurt ook wel in bepaalde regio's. Als er iemand is die dat goed kan, ja, die kan dan weer andere bedrijven helpen. Er zijn in Nederland nu heel veel taxileraren die regelmatig hun collega's bijscholen over allerlei onderwerpen. En wat is de ervaring van Sociaal Fonds Taxi? Waarin hebben zij vooral ondersteuning nodig en is er behoefte? Nou, we hebben het vooral gevraagd aan de taxileraren zelf, hè, want die weten dat zelf het best. Vorig jaar bleek al dat ze behoefte hadden ook aan wat variatie. Welke onderwerpen moet ik nu geven? Welke onderwerpen mag ik ook allemaal geven? En daarnaast, en daar gaan we vandaag ook weer aandacht aan besteden, is van hoe moet ik het dan vervolgens doen?